Yes, tot dus keer naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben Bart Bobaan. Ik ben vandaag weer in de Efteling en ik sta weer in de Eftelingen. Want in een vorige vlog zag je dat ik op zoek was naar nieuwe Efteling merchandise. Die waren er niet, die zijn er nu wel. Ik ben vandaag met Tom en Harmen. Hey, die zijn heel... nieuwe merch. Vet, hè? Vind je ze mooi? Ik vind het leuk. Ja? Het nieuwe printje dat overal op staat. Ik vind hem heel mooi. De kleuren vind ik leuk. Nou, we gaan er even naar kijken. Leuk dat je kijkt. Nou jongens, het zijn ze dus. Je hebt dus koffiebekers. Het is al plastic volgens mij, toch? Niet echt steen, maar je hebt van die anders ook stenen, of hadden je? Ja, maar dit is nog niet alles, hè, want ze hebben ook nog mokken, maar die komen nog, als het goed is. Uh-huh. Die vind ik heel leuk, die zou ik graag willen. Maar ik vind deze zo leuk. Vind je die leuk? Ja, ik vind die korts vind ik altijd leuk. Ik heb die van Symbolica, van het 65-jarig jubileum. Echt waar? Ja, die vind ik echt heel mooi. Ja, en de lineaaltjes. Maar wat is dit dan? Dit is een heel klein keycordje. Oké, dus deze is een van de mensen. Dit is een klein keycordje, 3 euro. Grote is 3,50 euro. Die koffiebekers zijn 9 euro. Wat heb je nog meer? Lineaaltje voor 2,50. Die zijn heel gaaf. Ja, omdat het doorzichtig is en dan dat vind ik vet. Ja. Oh, deze vind ik heel gaaf. Ja, en je hebt dus nog de grote shopper, die tas. En, ja, maar die waren... Ik weet niet of er nu... Want je had eerst een aanbieding dat als je voor 15 euro hier souvenirs koopt... Dat je dan een gratis tas erbij krijgt. Nou, heb ik dat gedaan vorige week. Maar ze zijn nu denk ik gewoon echt uitverkocht. Dus ja, ze, van de week waren ze uit... Ja. Ze zijn uitverkocht, neem ik aan, hè? Dat ze zijn helemaal uitverkocht. Nou jongens, dat zijn ze. Ik ga ze niet kopen. Want zoals jullie weten, ik ben niet zo fan van souvenirs. Dat van merchandise dan. Niet van... Nee, wat? Ga je nou weg? Nee, ik kijk even verder. Nee, ik ben niet zo van de Efteling merchandise. Weet jullie, dit ook, ja, het is leuk, maar ik wil liever grote beelden en Disney kwaliteit. Dat maakt niet uit. Het is een goede stap naar, goede stap toch, vooruit toch? Ja, maar ik vind het leuk, want het is ook wel iets wat weer in één stijl is. Ja. Dan kan je er lekker van verzamelen, zeg maar. Tom, wat vind jij ervan? Ik vind het leuk. Ja? Ga je zo kopen of niet? Ja. Ja, okay. Tom die koopt altijd heel veel. Koop je echt alles? Nee, niet alles, maar wel veel. Veel, oké. Maar ik vind ook heel veel dingen leuk. Oh, ik heb denk ik uit heel deze winkel bijna niks. Bijna niks? Ja, wel stiekem heel veel, maar op een of andere manier. Het zit allemaal in jouw keldertje, maar niemand weet dat je dat hebt. Weet niemand. Oké, jongens, Harmen heeft een heel goed idee. We gaan even een frisdrank compilatie maken, want ik heb het al in een andere vlog verteld. Die frisdrankautomaten zijn allemaal aangepast. Ja, klopt. En ik had gezegd dat het in mei gebeurde, maar ik zie nou altijd gewoon, ja, ze staan er al. Ja, ze zijn al af. Zullen we even omdraaien? 3, 2, 1? Ja, 3, 2, 1. Oh. Ja, wat vinden we daar nou van? Ja, wat vind je ervan? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind ze mooier dan de oude. Ik vond de oude heel chaotisch met super veel dingen erop. Ja, en deze is lekker strak, mooi en het valt nu dus niet meer onder kindermarketing. Dus dan mag het. Jij Tom? Ja, wel hetzelfde. Ja, hè? Ik denk niet dat het werkt voor de kindermarketing. Ja? Ik vind het geen verschil, maar ik vind ze wel mooi. Ik ga wel even een beetje klagen, hè? Even niet klagen, maar... Dit is niet de vogel van Vogelrok. Hij heeft wel minder veren of zo. Nee, dit is hem. Ja, dat weet ik, maar hij heeft een ander modelletje. Dit zijn die vogels die bij de eerste drop hangen. Die zijn... En wat is dit in godsnaam? Dat is de Vogelrok. Dit is niet de Vogelrok. Dit is de Vogelrok. Dit is de loods van de Vogelrok. Gaan we zo wel even doen, hè? We gaan langs de Vogelrok, maar eens even laten zien dat dit puntje de Vogelrok is. Oké, maar waarom zit dat op een frisdrankautomaat? Ja, dat weet ik niet. Omdat Vogelrok misschien ook denkt van, nou, even frisdrank erover tikken, dan kan ik weer vliegen. Je weet het precies. Niet, hè? Oh, Harmen is meteen weer helemaal in obsessie. Ja, nee, maar ik heb dit dus nog nooit gedaan. Wat is dit? Oh, ik bedoelde dit. Oh, ja, wat is dit? Nou, hier wil je gewoon, ik heb daar een muntje van Pinocchio. Maar dan doe je gewoon 4 euro erin. Volgens mij is het kut, bijvoorbeeld pakken we met allemaal verschillende munten zijn. Daar zit een plastic doosje. Laat hem gaan, die vind ik leuk. Ja, nou, maar die kun je goedkoop in de shop. 7 euro. Waar kan je dat zien dan? Hier, doe je het klik. Oh, het staat, dan zegt hij 7 euro. Oh, ja. Maar die kun je inderdaad. Maar die kun je ook bij Lutica zo kopen, hè? En bij Fatima Gala zelf. Maar bijvoorbeeld deze proostboom. 5 euro. Oh ja. Maar de ingang. Is weer 7 euro. Maar heel lang hadden ze er veel niet. Kijk, bijvoorbeeld dit is de kleer van de keizer. Die is ook 5. Ja, en hier doe je gewoon 5 cent en een eurotje. En dan, ja, krijg je dat. Dan krijg je dit erop. Ja. Een van deze. Ja, dat is wel leuk op zich. Wist ik niet. Ik loop er altijd zo voorbij, maar ik wist het helemaal. Ja, ze staan ook niet zo heel mooi in de picture. Nee, hè? Nee. Waarom heb je trouwens 2 verschillende schoenen aan? Ja, weet ik niet. Dat vond ik leuk. Ik heb 2 van die en 2 van die. En als deze versleten zijn, wordt het zo. Yes. Nou jongens, we gaan het park in. Let's go. Hey. Tom, we zitten even naar het bordje te kijken hier. En iets valt ons op. Oh, wat dan? De sticker is te klein. Dus hier zit dus een sticker overheen. En hij is echt flink te klein. En hij zit er gewoon helemaal over. Ja, hij zit over iets anders heen. Jij ziet altijd dat soort dingen. Echt? Ja, huh? Maar kijk, hier is het ook. Maar ik vind het niet erg of zo. Alleen dan denk ik van, ja, maak het even een mooie bordje, weet je wel. Maar wat zit hieronder dan?
Ja, het oude bord. Oh. Maar het stoort mij niet hoor. Nee, maar... mij ook niet. Het ziet er zo lekker uit. Dit wil je toch? Ja, maar die foto's, oh, de foto's zien er altijd lekker uit. Ja, dat is waar. Als je een hamburger bestelt bij de Mac, dan zie je ook die foto. Ja, oh, precies. Lekker. En als je dan hebt, denk je nou... platgedrukt. Maar jongens, we gaan hier binnenkort even een aparte vlog over maken. Een lekker ontbijtje. Ja, want ik wil jullie wel even een leuk vlogje, keertje. Nou jongens, we zijn in een ander rijk bij een attractie die de laatste tijd heel besproken is. Harmen, we hebben... Ja, ik heb er ook zo'n zoals ik over gehad. Jij volgens mij ook al een keer in je vlog, toch? Nou, ik heb nog niet gezegd wat ze hiermee gaan doen. Nou ja, het is natuurlijk nog niet bevestigd. Maar Lupin kwam met het bericht van dat ze hier Fabula van gaan maken. Fabula, ja. Fabula. Ja, ik ben benieuwd of Fabula of Fabula. Huh? Ik denk Fabula. En volgens mij is het een 4D... Het blijft nog steeds gewoon een film. Een film in 3D met effecten en alles erin. 3D? Ik dacht 4D. 4D is dat je... 3D is dat je een brilletje op kennis kan zien. En 4D is dat je dan dat je ook effecten erbij krijgt. Ja. Nou, ik denk dat dat gewoon blijft, want heel die installatie zit erin. Dus waarom zouden ze het weghalen? Ja. Maar er komt dus een nieuwe film in en een nieuwe verhaallijn. Ja, nou ja. Verhaallijn heb ik nog niet in verdiept, maar het is iets met een... Tom, weet jij dat? Weet jij de verhaallijn van Fabula? Wat er van... Is het Fabula of Fa... Volgens mij is het Fabula, als het wordt fabel. Fabeltje. Fabula. Nee, ik heb geen idee. Okay. Ik weet dat er iets met de eenkorn is. Ja, er staan dus dieren vaak centraal. Ja. En dan daar komt dan iets. Maar mensen, het is niet bevestigd. Het is allemaal geruchten. Even niet dat we nou iets... Nou, we gaan naar binnen. We gaan nu naar Pandadroom. Dat ook even... Ja, Pandadroom. Nog. Zo heet het nog. Stiekem staat hier over 15 jaar nog, maar dat maakt niet uit. Heb jij toevallig die opening meegemaakt van de Pandadroom? Ik weet ervoor, toen kwam Prins Bernhard. Die kwam met een helikopter of zo. En ik weet dat er heel, was iets heel raars aan de hand of zoiets. Oké, nou jongens. Het mooie is, eerst hadden ze een eigen hokje of zo. Voordat je eerst al inging, waar de medewerkers die bril uitdeelden. Maar ze komen nu al gewoon onze kant op gelopen. Kijk, daar komen ze aan. Wij staan gewoon, ze delen gewoon in de rij die dingen uit. Dat er gewoon niemand is. Nou mensen, ik heb mijn 3D-bril gekregen. En zo. Ja, zo. Ik ga even klagen. Ik vind deze attractie, ja, het is niet mijn favoriet. Eigenlijk helemaal niet zelfs. Maar ik vind wel dat deze wachtrij een beetje weer liefde mag krijgen. Kijk even hoe versleten het is. Tom, eerlijk, dit mag wel een beetje liefde krijgen weer, toch? Moet ik hem even knuffelen? Ja, nee, maar dit kan niet, toch? Ja, maar daar zijn door de jaren heen 100.000 kinderen op gaan zitten. Ja, maar dan kun je ook... Kijk, ik vind de wachtrij niet lelijk of zo. Nee, is een leuke wachtrij. Nou, een wachtrij. Ik vind dat echt jammer. Ja, nou jongens, de voorshow is al klaar. Ja, dat is wel fijn. Want ik vind de voorshow wel hetgene wat het saaiste is. Ja, klopt. Wel mooi op zich. Nou, nee, geen mooie ruimte. Nee, gewoon geen de mortels houden op halfwege. Nee, we mogen niet filmen in de show. Nee, want de film is hartstikke copyright. Dus dat is een film dan hebben wij een strijd. Maar dat is niet erg. Nou mensen, de boom die kwam naar onder en laag was je. Ja joh, als je ging staan kon je hem aanraken. En de rook was kapot, dat was wel jammer. Ja. Dat was echt spijtig. Oh, dit is een krokodil, ja, is een krokodil. Het valt trouwens op jongens, die knuffels hier, dat die best wel aan de dure kant zijn. Ja, maar zijn ook van WNF, hè? Die zijn niet van Efteling. En dan gaat ook een deel naar WMF toe, dus dat is wel... Hoe duur zal deze zijn? Deze vind ik al vet. Dus even kijken. Je hebt ook een Fatima Morgana, toch? Nee, dan daar is die groter volgens mij. Als er geen prijs op staat, dan... Oh, jawel, hier. Oh, wel. Wat denk je? Ik ben daar heel slecht in. Wat zou het zijn? 30 euro? 40 euro. 40 euro? Ja. Niet normaal. Dit is even duur. Ja, mensen, dit... Ja. Wat? Echt leuk. Echt leuk. Nou, ondertussen hier naast de Steenbok allemaal nieuwe, één grote nieuwe friettent bij is gezet van een externe partij. Klein frietje, 2,60, grote friet, 3,60. Maar jongens, zijn het in de Bobba geweest? Zullen we even lopen? Ja, goed idee. Wat vonden we ervan? Ja, lekker. Ja? Zo. Tom? Links naar rechts. Ja, ik vind hem leuk. Ja. Maar hij is aan zijn eind. Hij is op. Hij is echt op, jongens. De baan is op, er liggen bladeren op. Hij is vies, het verf begint een beetje af te brokkelen. Hij is gewoon veel te ruw, maar ik vind nog steeds die bochten echt gaaf. Ja, natuurlijk. Maar ik ben echt bang dat Max en Moritz een waardige vervanger gaat worden. Het wordt een kinderachtbaan, dat weet ik wel. Ja, hier gaan bochten. Toch? Tot Max en Moritz wel echt voor de kinderen gericht wordt. Ja, Max en Moritz wordt vooral op de kinderen gericht inderdaad. Powered coasters zijn heel erg familieachtbanen, maar ik denk dat dit... Het wordt wel een familieachtbaan, maar... Een beetje een tamme familie. Een tam, ja. Hele tam. Ja, ander rijk is een beetje net niet rijk, vind ik.
Omdat er ben ik mee eens, ja. Staan wat dingen in. Er is geen algemeen thema. Nee. Vata, oké. Okay, Piranha. Vata top, Piranha top. Maar bot. Wat je zou kunnen zeggen, verschillende landen. Vata, Piranha, maar ja, we zien wel Pandadroom. Ja, Pandadroom hebben daar niks mee te maken. Dat vind ik, ja, ja. Nou, lastig. Ja, inderdaad. Spookslot, Pandadroom en Bob, ja, dat gaat gewoon niet lang meer duren. Nee. Of die zijn gewoon weg. Spookslot denk ik niet. Ik denk dat Spookslot eerder een hele grote upgrade krijgt in plaats van dat denk weg. Ik ook. Maar ik denk dat hij voorlopig nog even blijft. Ja, want het is echt wel een attractie waar goede herinneringen aan zitten voor de Efteling. En echt iets heel ergs mee zijn mochten ze dat gaan slopen. En die is het niet, want hij is eigenlijk nooit dicht. Nee, nooit. Klopt. Hij werkt goed. Maar ik denk dat er dan echt binnenkort een grote upgrade komt. Met misschien nieuwe effecten of zo. Een beetje in de show aanpassingen. Ja. Ik hoop het. Ja. Coronatentjes dicht. Piranha is heel rustig. Klaar vandaag eventjes over. Even zat tussendoor de auto voor een stuk. Ik denk het wel, want die vrouw nog een beetje te prutsen. Ja, ze is allemaal aan het drukken, maar ze gaan niet weg. Jongens, we zijn bij de Game Gallery, bij het scherp breng je geluk. En Tom gaat bordjes gooien. Ga je winnen, denk je, of niet? Hoeveel ballen ga je pakken? 6, oké. Okay. Hoe ga je, wat is je tactiek? De beste tactiek. Goed gooien. Goed gooien. Balletjes, ja. Daar heb ik zin in. Ja, deze is vrij hard inderdaad. Nou, let's go. Let's go, Tom. Ga je gang. Oeh. Wat een fijne raak ook. Nu wel raak gooien. Ja. Neem je tijd. Hey! Trouwens, het is super hard geregend in die Efteling. Spectrum. Wat ga je halen? Weet ik niet, even rondneuzen. Ik ga het eventjes halen hier. Nou, dan gaan we ook even naar binnen toe. Regent, iedereen denkt, oh, even naar binnen. Ja, inderdaad. Nou jongens, is het automaat van tegenover de blauwe rij, de traptreintjes. En hij is gewoon zelfs bij de ingang. We staan hier te schuilen bij de pagode. We hebben even zo gehaald. Wat hebben we gehaald, Harmen? Spekkoek. Hij is speculaas. Ik heb neutraal banaan, iets groens. Ik ben benieuwd. Laat even. Heb je het wel eens gehad? Nee, maar het is gewoon cake of zo. Ja. Het smaakt niet zo heel veel of zo. Wil je deze eens proberen? Het is meer speculaas. Oké, okay, maar een stukje nog maar. Heerlijk, nee. Die is lekker dan. Ja, hè? Ja. Nee, ja, wel lekker, maar nee. Ja, zeker prima. Nou jongens, met rekening in de pagode, ik hoop niet dat het al te hard waait. Het Harmen zei, als het hier hard waait, als het hard waait, gaat hij een beetje schommelen. En dat is niet zo fijn, als je zo hoog zit. Ah, hier hebben we de mooie symbolica. Heel veel mensen ook echt naar huis toe, hoor. Ik ga daar ook naar huis fietsen, maar dan fietsen. Mensen, fietsen. En waarom zitten we nou in de pagode? Dat zal ik je vertellen. In Planet Coaster is dus laatst een attractie uitgekomen die hetzelfde is als de pagode. Dus daarom dacht ik, hey, misschien een keertje ritje de pagode doen. Sowieso. Planet Coaster is een spelletje. Ik speel dat nooit. Ik zie dan op Twitter van, hey, Planet Coaster, pagode. Maar ik speel nooit Planet Coaster. Dus ik zou mijn god niet weten dat... Ja, het is een pretbak. Jij speelt het wel, toch? Nee. Ook niet? Nee. Oh, oké. Ik ken wel mensen die spelen en kijken op video's van. Ik vind het wel heel interessant. Ik had de laatste iemand bij het verhoor die het heel veel speelt. Vincent. Oh ja, Vincent. Ja. Ja, die zit er continu op. Dat ja, dat is vet. Nou, ik speel niet, maar ik heb er ook gewoon geen geduld voor. Maar dit is de Efteling. Een wereld vol wonderen. Daarachter. Het is toch wereld vol verwondering? Nee, het is nu weer wereld vol wonderen. Oh, ik dacht wereld vol verwondering. Ja. Daarachter zie je de Python. De Python. De Joris en de super achtbaan staat ook op die diploma. Super achtbaan. En hier heb je de mysterieuze tocht door het water. Japanse landschap. Nee. Japanse landschap. Nee. Ja, zo. En daar heb je onze schitterende ijstent, het paleis van... Oh, die is weg. Oh, wacht. Nee. Ja, kijk eens. Oh, kijk, ja. Zie je het nou? Ja, we gaan even inzoomen. Nee. Dat is de loods. Ja, ik vind het geen loods. Ik vind het een onmerkelijke keuze. Hey, Tom en Harmen, jullie gaan lekker het actie door. Ja. Ik ga lekker naar huis. Bedankt, jullie bedankt. Jij bedankt. Snel weer een keertje gaan. Zeker. Zullen we gewoon weer een keer naar Walibi toe gaan? Nou, dat is leuk, want ik wil met jou wel even in Merlin's Castle. En we hebben afgesproken voor in de MT te gaan samen. Dat is ook zo. Laten we afspreken dat we deze zomer komen naar Walibi toe. Ja. Is dat goed, hè? Deze zomer zit jij lekker bij ons in Walibi. Dat is goed. Nou, we doen in de tussentijd sowieso nog wel een keertje een pleinen. Ja, 100% nog een keertje Efteling en zo. Zeker, misschien nog iets anders. Doen we. Hey, super. Bedankt. Maar jullie zijn niet van de afstand. Toch gaan we nog even naar de automaten op de daar in de vechten. Daar zo. Jij bent er al geweest, hè? Ja. Ik nog niet. Nou, dan gaan we naartoe. Dat is wel een end, hoor. Daar gaan we. Ja, nou, doei. Nou, jongens, we lopen even snel naar het hokje met de nieuwe frisdrankautomaten. En ik heb er nooit zo lang gestaan bij frisdrankautomaten. Maar dit zijn ze. Dus eigenlijk gewoon in het midden staat hetzelfde. Alleen is dit met een elfje. Het land van Laaf en de Baron en Sprite. Dit was trouwens cola. En dit was meer symbolica, Ravelijn. Ja, met dat water. Merk
Saufuiten? Nee, ik weet niet hoe ik het uitspreek, maakt niet uit. Maar dit zijn ze. Er zit trouwens een hele leuke sensor in als je langs loopt. Dan komen er van die openblik geluidjes. Maar hij, jawel. Nou ja, en je kunt ze dan pinnen bij deze. Maar die niet, maar deze wel. Dus dit is waarschijnlijk een nieuwe. Nou, hier. Nou, doei. Nou, we zijn met het regenachtige Efteling. Althans, het is net ineens heel regenachtig geworden. Wil ik je bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet een duim omhoog te abonneren op mijn kanaal. En check zeker even Harmens kanaal. Linkje staat in de beschrijving. En tot bij de volgende vlog. Doei, doei.